me even aangeven waar we begonnen zijn en waarom wij uiteindelijk een IMF-programma moesten gaan uitvoeren. U weet dat wij een situatie hebben aangetroffen bij ons aantreden wat zeer complex was. Met betrekking tot die economie, met betrekking tot onze schuld, met betrekking tot overeenkomsten die er waren met schuldeisers, met hoge rente. Met ook die terugbetalingscapaciteit die we niet hadden. Aan de andere kant zat je ook met formele overeenkomsten. Op basis van het recht van buitenlandse mogendheden. Waarbij je rekening hield dat als je je schuld niet zou betalen. Dat Suriname in feite letterlijk op de veilen zou kunnen gaan. Tweede is namelijk... Je zit met een ontwrichte economie, met enorm veel uitgaven. De hele economie werd gedraaid met leningen. En aan de andere kant een vraagstuk waarbij je te veel aan subsidie uitgaf. Maar ook je inkomsten die heel laag waren. Dit is simplistisch uitgelegde situatie. Nou, kan je het met je eigen kracht dit oplossen? Dat was onze optie. Als regering. Lukufou kan lossen op een eigen kracht, die eigen besparing, eigen maatregelen. Maar hoe kwamen we er nu uit? Want we moesten die schulden aflossen die we niet konden aflossen. Aan de andere kant, als je economie zodanig ontwricht is, en het heeft een internationaal karakter, dan zal je een oplossing moeten zoeken die ook één duurzaam is, maar ook met betrokkenheid van die internationale gemeenschap. En zodoende hebben we uiteindelijk met de schuldeisers de afspraak gemaakt dat we die schuld gaan betalen. Maar op basis van een schuldherschikkingsprogramma. Minder betalen, over een langere periode betalen, met hier wat een tussenperiode waar je niet hoeft te betalen, grace-periode noemt men dat. En ook een lage rente. Daartegenover zijn onze schulden akkoord. Maar dan wil ik dat ook de IMF erbij betrokken wordt. En zo zijn we dan om twee redenen met IMF in zee gegaan. Omdat schuldeisers dat geëist hadden. En omdat wij als land dat ook wilden. Om onze economie te hervormen, te structureren. Weer gezond te maken, weer op het juiste spoor te krijgen. Door een pakket van maatregelen te treffen om de economie gezond te maken. En dat pakket van maatregelen noemen wij IMF-programma. En we zijn begonnen. Jullie weten het, de samenleving weet het. Aan het bidden makkelijk. En we hebben het programma uitgevoerd met veel maatregelen. Inkomstenverhogende maatregelen, subsidiegeleidelijk en afbouw, uitgaafverminderende maatregelen. Belastingmaatregelen, BTW, reorganisatie van verschillende instituten. En die dingen werken door naar de samenleving. Die dingen creëren ook druk in de samenleving. En die druk hebben we gevoeld. De samenleving heeft gereageerd. Uno mamoro. En we hebben als regering gekeken, ja inderdaad, als de samenleving niet kan. En dat programma hebitje en zo, dan moeten we weer met IMF gaan praten. En zo zijn we weer gaan praten van IMF. Het programma heet je en zo. Die doelen, die targets zijn een beetje zwaar. En aan de andere kant, die capaciteit bij ons is een beetje zwakjes. Toen is er weer besloten, samen met mij en de managing director van IMF in Washington, van heronderhandelen. Om te komen tot een nieuw programma redesign. En dat hebben we afgelopen maanden gedaan. Flink overleg gevoerd. Geen makkelijk overleg gehad. Met alle opties bekeken. Maar tegelijkertijd wel jouw richting vasthouden. Koers niet veranderen. Dat dat de richting is. Dat dat de enige richting is. En dat is de richting van gezond maken van je economie. Zorg dragen dat de samenleving beschermd wordt met een goed sociaal programma. Met koopkrachtversterking, met ook subjectsubsidie. Maar nu week af.
Want dat is de enige oplossing. Die maatregelen die we getroffen hebben, die zijn niet alleen voor ons als huidige generatie. Misschien brengen wij ja die offers in deze generatie. Maar die maatregelen zijn duurzaam voor die volgende generatie. En dat is wat heel wat mensen niet begrijpen. Dat is aan het doen, aan het doen. Maar we doen het in het doen en de wansen komen bakken. Uiteindelijk hebben we de missie van IMF hier gehad. Goede onderhandeling gehad. En we hebben op technisch niveau een maand geleden die goedkeuring gehad. En nu moet het naar beleidsniveau, de vertegenwoordigers van alle landen van de wereld. Die zijn daar in de boord om te beslissen. En vandaag stond Suriname op agenda. Het is van alle kanten beoordeeld. En we hebben in ieder geval die toets doorstaan. We hebben gehaald. Dat wil ik hier. We kiezen goedkeuring voor een boord. Voor IMF. Wat betekent dit? Dat vanaf vandaag wij nu weer een IMF-programma hebben. Aangepast, maar op rails. Waar onze economie nu in balans is. Waar begroting in evenwicht is. Waar onze internationale reserve weer gestegen is naar meer dan 1 miljard. Waar onze kasreserve weer gegroeid is naar 300 miljoen. Waar er weer een economische groei is van negatief 8% naar plus 2,3% dit jaar volgens IMF. Waar we begrotingstekort terugbrengen van 19% naar 10% en binnenkort naar ook die 3, zoals dat internationaal gevraagd wordt. Onze schuldpositie, wat 165% was in relatie tot onze BBP, is nu teruggebracht naar 126%. De schuld gaat omlaag. En we brengen het naar 60% zoals internationaal dat verlangd wordt van ons. Die koers is een uitdaging, die proberen we te stabiliseren. Die prijs in de winkel is een uitdaging, proberen we onder controle te krijgen. En dat gaan we doen. Maar vanaf nu, IMF gaat weer beginnen te storten. En als het goed is, moet al morgen al uw eerste storting zijn. Van ruim 50 miljoen. Amerikaan dollar. Kunnen meer dingen doen voor de samenleving. Kunnen verder onze economie versterken. Hoe kan je morgen verlichting komen? Hoe kan je koopkrachtversterking komen? Maar zodanig dat die inflatie niet weer omhoog gaat. Zodanig dat die koers niet weer omhoog gaat. Er is zwaar onderhandeld. En IMF heeft duidelijk aangegeven tijdens de beraadslaging dat ze zeer overtuigd zijn van de commitment van de regering. Dat ze zeer ingenomen zijn met de ownership van de regering en met name commitment van de president. Die een zwaar programma heeft uitgevoerd met zware druk uit de samenleving, maar aan een week af. En dat doen we omdat we verantwoordelijkheid hebben als regering. We doen het niet voor onszelf. We doen het voor het land en de volgende generatie. Dus broeders en zusters. Ik heb een broekje. Ik heb een IMF. Ik heb een doel. Ik heb een doel. Economie. Ik heb een doel. Ik uit. Na money sa je verdien. En een money sa je ook uit door leni. Maar in een verdien niks. En dat moet je nu in evenwicht. En dat moet je door. Want bakatide word je nog constant beoordeeld om de 3 maanden. Je haalt de normen, je haalt de targets, je haalt de doelen. Maar als je het doet, dan krijg je alle 3 maanden je geld op tijd gestort. Dus gaat u maar na. Als wij, zoals we nu doorgaan, de targets halen, dan bakala 3 miljoen. Voor me op 50 miljoen Amerikaanse dollar. Dan gaat het toch goed met ons? Deze waren de zware offers. Een volk, ja, offers, ja.
afvolkt je heb je offers. En ik wil vanuit deze plaats niet alleen het volk feliciteren, maar met name bedanken voor die offers. Die zware offers. Maar zo als aan de, dat als het beter gaat, moet het teruggeven aan het volk. Surinaams volk gefeliciteerd. En ieder gefeliciteerd. Het onderhandelingsteam. Alle de DNA-leden zijn ondersteund. Het IMF-programma, regering. En alle andere personen. Wil ik bedanken. Wil ik feliciteren. Dis na gaderoko. Wegodoro. Nangamoro.